Premier Van Rompuy heeft tegen de Afghaanse president Karzai gezegd dat een recente wet die verkrachting in het huwelijk toestaat in Afghanistan ontoelaatbaar is voor België. Karzai had de wet eerst ondertekend, maar heeft onder internationale druk de uitvoering ervan tijdelijk opgeschort. Onze premier is in Afghanistan omdat 280 Belgische militairen de internationale luchthaven bewaken in Kabul. Een verslag van Jan Baljouw. Belgische militairen controleren het verkeer op de luchthaven van Kabul. 280 militairen zorgen voor de beveiliging van die luchthaven en dat al sinds 2003. We bewaken alle toegangen en we bewaken ook de perimeter, de zone rondom de luchthaven, om ervoor te zorgen dat de mensen die hier verblijven op een veilige manier hun werk kunnen doen. De NAVO investeert meer dan 50 miljoen euro om op de luchthaven van Kabul een permanente basis uit te bouwen. Deze luchthaven is dan ook de draaischijf voor de NAVO-operatie hier. De militaire zone van de luchthaven moet eind dit jaar helemaal van het zuiden naar het noorden verhuizen, zodat er meer plaats komt voor burgeractiviteiten. Maar stabiliteit is voorlopig nog ver te zoeken in Afghanistan. Do not be afraid, do not be alarmed. We'll look after you guys for the whole of today. Voor onze verplaatsing door de hoofdstad naar het presidentiële paleis nemen onze Britse begeleiders geen risico's. Premier Van Rompuy heeft hier een eerste gesprek met president Karzai. Karzai staat in augustus voor verkiezingen en krijgt veel kritiek in het Westen, onder meer vanwege aanhoudende corruptie. Karzai bevestigt dat hij met gematigde Taliban praat om stabiliteit te brengen. Those who are not part of Al-Qaeda are most welcome to Afghanistan and we are seeking to talk to them. Yes, that process we have been seeking and we are conducting it. Van Rompuy ontmoet ook mensen van een Vlaamse NGO die het lot van Afghaanse vrouwen wil verbeteren. Hun rechten staan weer onder druk, onder meer na een wet die verkrachting in het huwelijk toelaat. Maken dergelijke incidenten het voor u niet moeilijk om de rol van de Belgische militairen hier te blijven verdedigen? Wel, ik heb dat ook aan de president gezegd. Onze bevolking moet blijvend gemotiveerd worden voor de belangrijke inspanning die we doen. Maar we moeten natuurlijk alles in zijn context zien. Er is voor de vrouw hier al ontzettend veel gebeurd, maar dingen zoals die speciale Shia family law, zoals men dat hier noemt, die zijn voor ons onaanvaardbaar. En dat heb ik ook aan al diegenen gezegd die ik hier te woord heb gestaan.